In 2012 kregen wij bij STU, dat is de voorloper van Forte Welzijn, kregen wij de opdracht van de gemeente om vrijwilligers te gaan zoeken en trainen die inwoners gaan helpen met hun financiële administratie. En de gedachte daarbij was, als je weet hoe je ervoor staat met je inkomsten en uitgaven, dan loop je minder kans op schulden. Net voor 10 jaar jubileum was er een zogenoemde rondkomweek. In deze weken konden mensen ervaren hoe het is om met weinig geld te leven. Het was eerst heel erg leerzaam en eervol dat ik mee mocht doen. Het is zo eervol omdat ik echt heel van kan leren. Het is niet, laat ik niet vooropstellen dat ik niet echt in dezelfde situatie kan zitten als die mensen die echt elke week in dag in dag uit moeten leven van dat kleine inkomen. Maar wat ik er zelf van heb kunnen leren is dat je gewoon door de supermarkt loopt en kijkt van hey, dit kan ik wel kopen, dit kan ik niet kopen. Het is echt een soort van kijken van, naar wat kan ik hebben zodat ik het vanavond op tafel kan zetten voor mezelf om te eten. En gaat het überhaupt wel lukken om iets op tafel te zetten? Om te eten, kom ik aan het einde van de week wel rond. Je bent eigenlijk constant aan het nadenken van, hey, gaat het wel lukken? Wethouder René Post is erg te spreken over de inzet in de afgelopen 10 jaar door de vrijwilligers. Fantastisch dat Forte Welzijn dit doet. Zeker met het enorm aantal vrijwilligers wat ze hebben. 24 nu. Allemaal gemotiveerd, allemaal goed opgeleid. En met een heel veel bagage die ze bij zich hebben, die ze meebrengen als ervaring naar de inwoners van Overbetuwe toe. Fantastisch. Tijdens het jubileum werden ook 2 vrijwilligers gehuldigd door de wethouder. De vrijwilligers van Forte Geldzaken worden voor verschillende dingen ingezet om de inwoners te helpen. We werken eraan mee dat inwoners zo financieel gezond mogelijk zijn. En dat doen we door een vrijwilliger te koppelen aan een inwoner. En wat bieden we dan? Hulp bij thuisadministratie. Dus samen zorgen voor inzicht en overzicht. En eventueel een administratiemap aanleggen. Daar tips voor geven. We helpen ook bij het aanvragen van voorzieningen. En dan kan je denken aan de minimaregelingen van de gemeente. Maar ook bijvoorbeeld de toeslagen van de overheid. En we helpen ook mensen met een laag inkomen bij de aangifte van de inkomstenbelasting. En we hebben ook een financieel spreekuur. En daar kan ik nog wat nieuws over vertellen. Dat spreekuur was er al in Elst om de week. Maar nu met ingang van oktober hebben we ook een maandelijks spreekuur in Herveld en in Heteren. Dus we komen dichter naar de mensen toe in de hoop dat ze hun vragen ook eerder stellen aan ons.